We gaan er weer voor. Het is weer zover. Het is weer zo'n dag waarop ik hier zit met mijn jas aan. Ik doe hem uit. Het is veel te warm. It is too hot to wear a jacket, people. It is echt. Get out of here, jacket. Get out of here. Doe me een favor, please. Get out of here. Zat er nog iets in? Ja, er zat nog iets in die zak. In ieder geval, het is weer zover. Voordat we gaan beginnen, ga ik je natuurlijk iets. Wow, deze paprika is groen. I trusted you, paprika. I trusted you. Serieus, ik koop alleen rooi. Dit is groen. Albert Heijn, why you gotta fucking be like this? Wow, paprika school is echt lekker. Wow, hier zit nu zelfs een deukje in. Oké, zeg maar wat ik moet raken in de achtergrond. Ik raak het voor je. Oké, ik ga deze globe hier ga ik proberen te raken met deze paprika. Nou, dat wordt natuurlijk één groot feest. Kut. Oeh, gelukkig zit er geen fucking rode plek op het plafond. Shit. Wow, kapot jongen. Is kapot. Het is echt vies hier nu. Viscose doekjes all the way. Moet je kijken wat er in deze paprika zit. Het is wel goed dat die kapot is. Kijk dan, het is helemaal gespiesd. Dit is niet normaal dit. Kijk dan, er zit gewoon een dit zit erin. What the fuck? Even kijken. Dit. What the fuck? Is dit. Waarom zit dit in een rode paprika? Vertel het me, moeder natuur. Dit slaat nergens op. Het is altijd een feest wat er in een paprika verborgen zit. Ik ga het gewoon ook opeten. Oké, dat was niet lekker. Tot zover dit gezeik over paprika. Deze is wel gewoon normaal. Kijk, dit is gewoon een paprika waar ik van hou. Gewoon rood, gewoon niks aan doen verder. Gewoon prima. Kelvin, wat ga je vandaag doen, jongen? Nou, dat zal ik jou even vertellen. Je favoriete YouTuber genaamd Kelvin Boerma heeft weer een leuk spelletje bedacht voor vandaag. Ja, dat gaan wij samen spelen. Nou, niet zozeer. Samen. Ja, we gaan het wel doen, want je kan gewoon meedoen. Dus gewoon lachen. Ik had natuurlijk een video gemaakt waarin ik haatreacties van YouTubers ging raden. Dus ik had een haatreactie en ik ging kijken van wie die was. En dan uiteindelijk was het heel ongemakkelijk. Ja, dat klopt. En jullie vonden het allemaal super leuk. Jullie wouden een deel 3. Nou, vandaag is het zover. Deel 3 komt er niet. Nee. Sorry. Nou, deel 3 komt wel, denk ik. Maar niet vandaag. Vandaag heb ik namelijk een andere variant bedacht, namelijk titels. Raden van YouTubers, waarin ik dus gewoon een titel heb, bijvoorbeeld borstvergroting gaat fout. En dan ga ik raden van wie die is, bij welke YouTuber die hoort. De spelregels zijn paprika als je een antwoord goed hebt en je mag het zijn geen buitenlandse YouTubers, het zijn gewoon Nederlandse YouTubers. Dus doe gezellig mee, dit wordt natuurlijk één groot feest en super lachen. Jullie deden allemaal lekker mee de vorige keer, dus daar word ik ook gewoon blij van natuurlijk. Oké, daar gaan we. Mijn vrienden hebben wat titels uitgekozen, dus ik heb geen idee wat ik nu ga zien. Misschien dat ik mezelf wel helemaal voor lul ga zetten. Net alsof ik dat niet elke week doe. Ja, 3 keer per week zet Kelvin zichzelf helemaal voor lul. Nou, top. Oké, daar gaan we. Hierna komt er steeds een dia met de titel. En als je doorklikt, het antwoord. Good luck, young padawan. Thank you, Yard. Good well done. Good luck voor mezelf. Ik word rapper, vraagteken. En Zonamo Underground sessie. Oké. Wat? Ik word is... Ja, het is goed geschreven. Dus het is geen domme YouTuber. Het is iemand die weet hoe je moet spellen. Ik word rapper. En Zonamo Underground... What the fuck? Oké, rapper. Iemand die heeft gefilmd met... Ik denk dat dit Youssef is. Ga ik gewoon voor. Ik heb een paprika al in aanslag. Want ja, ik heb natuurlijk gewoon kaart. Goed, dat weten we allemaal. Ik vind het nu al zo fucking leuk. Ik letterlijk bedenk ik nu altijd video's waarin ik gewoon weet, als ik het film vind ik het echt leuk. Want ik voel hem alweer, want ik voel de spanning alweer. Ik denk serieus dat het Youssef is. Ik weet niet precies waarom. Dit is typisch zo'n vlogtitel, weet je? Zo'n dagelijkse vlogger die dan, ja, snap je? Ik ga gewoon voor Youssef. Ik weet niet precies waarom. Youstoo, dames en heren, is het antwoord Youstoo? Nee! Nee! Het was Quai-Fi. Het was Quai-Fines, what the fuck? Oké, nou, het zal wel. Quai-Fines, hallo, alles goed? Bereninvasie en vrijen in een café. Den titels van tegenwoordig. Come on, YouTubers, come on. What the fuck? Kijk, ik denk dat het bij mij relatief makkelijk zou zijn geweest. Dat is gewoon, of iemand gaat op Tinder, of je reageert ergens op, of er staat kut in de titel, of ik raad shit. Dat is gewoon de Kelvlog anno 2016. Bereninvasie en vrijen in een café. Ik denk dat dit een gamende YouTuber is. En weet je waarom? Ja, dat zal ik het je even vertellen, ja. Ik denk het, want beren en shit, dat is gaming-achtig. Kijk, wie heeft er nou een vlog waarin daadwerkelijk gewoon bereninvasie is? Maar in een game kan het wel. Oh, Kelvin, wat ben je fucking slim. En dan zul je net zien dat ik het helemaal fout heb, ja natuurlijk. Ik ga voor een gamende YouTuber en dan ga ik voor... Dagelijks HD. Ik ga voor dagelijks HD. Ik heb mijn paprikaatje in aanslag. Dames en heren, is dit dagelijks HD? Gio. Tuurlijk, dat was gewoon fucking Sims. Dit is sowieso Sims was dit. Ik kijk serieus die Sim shit van Gio. Fucking weird dat ik het kijk. Ik vind het wel grappig of zo. Nee, het is niet eens grappig. Het is gewoon grap. Nee, het is niet grappig. Maar wel leuk om te kijken.
Oh nee, het mag niet. Oké, nou, dames en heren, we zijn twee onderweg. Ik heb natuurlijk al twee antwoorden compleet fout. Dus dat kan alleen maar beter worden. Dat is wel zo, weet je. Als het fout kan alleen maar beter worden. Ik doe mijn horloge even aan. Oh, Kelvin, je hebt geen gouden horloge. Net als al die andere YouTubers die 2 euro hebben betaald om een gouden horloge te kunnen krijgen. Ja, dat klopt. Inderdaad, het is allemaal nep. Kijk, dit is gewoon, dit is, weet ik veel wat het is. Ik kan de tijd erop zien. Gaan we voor. Algerijn krijgt klappen. Vraagteken, uitroepteken. Ja. Ik vind deze ook moeilijk. Ik vind deze pittig. Zo, wat de fuck gebeurt hier allemaal, joh? Ik ben even helemaal kut. Even helemaal... Oké, Algerijn krijgt klappen. Ik ga voor... Ik ga voor Youssef. Dames en heren, is het Youstoep? Ja! Yeah! Hey! Holy shit! Fucking nice! Ik had hem gewoon goed! Ik had hem gewoon goed! Yes! Oh shit! I'm so happy! I'm so happy! I wanna thank all the paprika people in the world! Thank you paprika people, you make this possible! Hoe lijp was dit? Mensen, EK gewonnen! Ik wel! Wat zeg ik allemaal? Weet ik niet. Ik zal jullie even uitleggen waarom ik dacht dat het used to was. Like they used to. Going out with your friends, I know you like I used to. Kijk, dit was typisch zo'n vlogging titel. En ik dacht, het is niet een pranker, want die worden allemaal in elkaar geslagen, want er staat niet gaat fout in ofzo. Het is gewoon een normale klappen van bla 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 bla. Dus het was geen pranker, het was geen Armo ofzo, want die zouden letterlijk doen dingen zijn in elkaar getrapt na prank op dit en dat en dit gaat fout. Dus het was te minimaal. Youssef, prima gast. Youssef als kijkt, I love you, you know it, we're brothers, yep. En Youssef is een beetje, die is in de buurt van allerlei verschillende mensen en ook allerlei verschillende culturen, dus ik dacht hij is vast in de buurt van Algerijnen. Dat dacht ik. Was het een Algerijn? Ja, het was een Algerijn. Yes, Kelvin Boema. Je hebt een fucking punt. Fucking lekker. We gaan door. Levensgevaarlijke kettingreactie. Ja, die weet ik vrij zeker. Ja, dat is een video. Dat is van een YouTuber. Ik denk de leukste YouTuber die ik ken. Ik kijk hem ook altijd. Let ik altijd. Ik ben heel erg close met deze YouTuber. Zijn naam is Kelvin. Hij heeft een kanaal genaamd de Kelvlog. En daar staat ooit een video op. Die heet de levensgevaarlijke kettingreactie. We gaan gewoon even kijken, jongens. Jezelf, mogol. Ja, dat was ik. Ik had het gewoon goed. Even. Ik weet niet waarom hier staat jezelf mogol, want ik had het gewoon goed. Dus people who make this possible, Jart, jij, je bent zelf een mogol. We gaan door. Hoe vaak masturbeer jij? Masturbeer? Schrijf je masturberen zo? Nee toch? Ja, dat is wel masturberen. Je schrijft gewoon masturberen, schrijf op die manier. Oké. Hoe vaak masturbeer jij? Het is een vraag aan de kijker. Welke YouTuber stelt vragen aan de kijker? Dat is natuurlijk de vraag van vandaag. Ik denk dat het een Q&A video is. Het is een Q&A video. Het is een slimme YouTuber, want slimme YouTubers die zetten dingen met seks in hun titels. Want ja, dat werkt tegenwoordig. Masturbeer jij? Hoe vaak masturbeer? Het is één persoon. Gio maakt ook wel Q&A's, maar doet hij altijd met zijn familie of met zijn zus. Dus nee, ik ga voor... Ik vind het moeilijk. Hè? Wat is zo'n Q&A-achtige YouTuber? Anders dan Gio. Ik kan alleen aan Gio denken. What the fuck? Ik sta echt even met een bek vol paprika's, jongens. Hier is niet normaal. Mm. Ik denk dat ik ga voor... Ja. Ik ga voor Monica. Ik weet niet waarom. Ik heb gewoon... Monica, die heeft ook titels waarvan je denkt... Oké. Ik ga het gewoon doen. Monica Geuze. Dames en heren. Je denkt waarschijnlijk dat het gaat om een man, maar dat is niet waar, denk ik. Ik weet niet. Misschien is het wel zo. Maar ik ga voor een vrouw. Monica, hoe vaak masturbeert Monica? Bonkers. Fuck man, ik dacht echt dat ik het goed had. Maar hoe kan dat? Hoe is dit mogelijk? Want bonkers zijn 3 dudes en Monica is... De titel is gewoon niet oké. Ga lekker door, ik heb even eten in mijn neus, niks aan de hand. Serieus, anders zou het moeten zijn hoe vaak masturberen jullie. Dus commenters, reagures van de YouTube, fuck jullie. We gaan door. Mooie schoenen. Hè? Wie heeft überhaupt anno 2016 titels zonder hoofdletters? Geen enkele hoofdletter. Ik denk dat dit, Ties is. Ik ga gewoon voor Ties. Ik weet niet waarom, ik heb gewoon een gevoel daarbij. We gaan het gewoon doen. Mensen, is het Ties? Die filosofie. Sorry mensen, ik lig even dood te gaan van de hoest hier. Ik snap helemaal niks van, joh. Ik had dit kunnen weten, serieus. Ik moet gewoon even wat meer buiten het box denken. Want ik zit alleen maar gewoon in dat straatje YouTubers te denken. Terwijl het gewoon dat ook kan zijn. We gaan gewoon door. Aardrijkskunde TV 01. What? What? Wat? Hier kun je niks mee! Hier kun je letterlijk niks mee! Aardrijkskunde TV. Fucking shit! Ja, weet ik veel. Fucking, iemand die naar school gaat. Aardrijkskunde. Joy. Dan ga ik gewoon voor... Nee, Joy zou dit nooit... fucking shit. Ja, ik denk dat dit... Aardrijkskunde TV? Ik snap hier geen kut van. Wie de fuck is een aardrijkskunde TV? Ja, ik doe wel gewoon Joy of zo. Beautyness. Ja, weet ik veel. Omdat ze naar school gaat. Nee, dat is raar dat ik dit denk. Het moet gewoon... Haat het zo.
Ik heb hier zo'n fucking hekel aan, mensen. Oké, ik moet nu een antwoord geven. Ik ga ook gewoon een antwoord geven. Ik ga voor de enige echte, zonder twijfel, niet te lang over nadenken. Ik ga toch stiekem eventjes naar Vier.nl om te kijken welke YouTubers er rondlopen op deze aarde. Mensen, ik heb een keuze gemaakt. Namelijk, het is natuurlijk, zonder enige twijfel en overduidelijk, Nick Rose. Ik veel, ik zeg maar wat. Ga ik nog veranderen? Ik ga nog veranderen. Ik ga voor Joy. Ik ga gewoon voor Joy. Fuck that shit. Joy Beautiness. Stunt kabouter! What? Fucking hell! Wat is, what the fuck is aardigskunde TV? Ik word hier lichtelijk emotioneel van. Het feit dat ik nog maar één goed heb, vind ik toch, super kut. Nog een grijze haar. Oké. Goed, even duidelijk. Ik denk dat dit gaat om een vrouw. Want vrouwen zijn hiermee bezig met hun haar. Dan heb je natuurlijk allerlei verschillende YouTubers. Ik denk dat het iemand is met donker haar. Want dan zie je grijze haar sneller in. Ik denk dat het Monica is. Oh ja, motherfuckers. Ik heb het gewoon goed. Yes. Ik ben echt blij. Ik ga even... Ik had het gewoon goed. Het is niet dat ik elke dag naar Monica kijk of zo, hoor. Nee, dat is echt niet zo. Nee, hoor. Nee. Sorry daarvoor. Oké, maar ik heb al twee goed. Jongens, dit gaat de goede kant op. We gaan het gewoon doorzetten. Ik bedoel, dit is precies hoe het Nederlands elftal ook zou moeten voetballen. Nee, niet. Want zou de kaart... wacht. We verliezen ook. Lekker. Sorry, is het goed? Oké, deze is vrij makkelijk. Snapking. Woo! Baby! Motherfuckers! Woo! Yes! Yes! Oké. Ja, dat was gewoon stim, natuurlijk. Dat is overduidelijk. Nee, ik weet het. Ik ken gewoon de video nog. Ik heb het zelfs gezien. Ik heb zelfs geliked. Ik heb zelfs gedeeld. Ik heb zelfs reacties achtergelaten. Volgens mij niet, maar ik had het goed. Fuck that. Lil Kleine, Najib Amali of Roy Donders als hoofdpiet. Dit is een typisch voorbeeld van die ochtendshow van Nanne. Denk ik. Niet zeker, maar zo gok. Dat heet is brandstof. Nu heet het... Fuck, ik weet het gewoon niet meer. Ik weet niet meer hoe die show heet. Die show van Nanne. Wat eerst brandstof heette en nu heet het iets anders, maar... let's go. De Fano Holwijn? Fano, what the fuck? Dus wanneer... What the fuck? Ik dacht dat jij alleen wat weet jij deed, maar niet dus. Oké. Holy shit, dat was hem alweer, jongens. Ik heb het gewoon gedaan. 2 van de 10 titels had ik goed. Ik wil graag hier in de comments weten hoeveel titels jij goed had geraden. En wees even eerlijk, niet 10 van de 10 zeggen. Dat is fucking bullshit. Ik gok dat heel veel van jullie er 1 goed hadden. Maar laat maar even weten, Ron. Ik ben benieuwd. Verder zal ik jullie allemaal willen opdragen om een duimpje omhoog te geven op deze video. Natuurlijk zo vaak mogelijk. Want ja, mocht jij nou niet willen vermoord willen worden door een paprika, dan zou ik dat zeker doen. Anders komt hij vannacht naar je huis. Ik heb zo fucking herpes in mijn keel. En daarom ga ik maar snel afsluiten. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie gewoon weer de volgende keer. Ik hou van jullie. Echt waar. Dat is echt geen grap. Abonneer op mijn kanaal. Eigenlijk ben ik gewoon jullie altijd aan het verleiden om te abonneren. Ik zeg gewoon dat ik van jullie hou. En dan... Ik ben een soort sugar daddy van jullie. Nou, groetjes. Ja, dit is een foto van de Wibautstraat. Dat is een bord van de Wibautstraat. Vanuit de metro. Ik zou heel graag willen dat ik jullie hier meer over kan vertellen. Maar ik heb geen flauw idee wat dit voor foto is. Ik weet niet waarom ik hem heb gemaakt. Wanneer ik hem heb gemaakt. Snap je hoe... Misschien heb ik hem niet eens gemaakt. Misschien heeft iemand deze wel naar mij...